Wij regelen dit zelf, hè. Zonder hulp van krantjes als de Telegraaf om ons te helpen. Nee, met censuur op internet. En we staan hier toch. Dat betekent gewoon dat niemand ons meer kan tegenhouden. Want het is afgelopen met die bullshit. Vanaf vorig jaar, maart, april, zijn alle organisaties van start gegaan met fakkeltochtjes door weer en wind. En de alternatieve media is op gang gekomen en de rechtszaken zijn begonnen. En het resultaat van al die samenwerking van al die mensen, dat zie je vandaag op één dag. Hier al, het zijn jullie. Dit hebben jullie zelf geregeld! En wie we ook niet mogen vergeten, die hier in Amsterdam hele goede connecties heeft, is Michel Rijnga. Applaus voor Michel Rijnga! En voor mij, ik dank jullie allemaal. Je weet, ik sta hier niet zo graag heel lang. Nou ja, soms. Ik ga er vanaf. Ik dank jullie allemaal en ik wens jullie een hele fijne dag. En we hebben vandaag 5 september 2021 geschiedenis geschreven in Amsterdam. Voor de vrijheid van onze kinderen. Historische dag, Dennis zei het al. Ik denk dat het in deze eeuw nog niet voorgekomen is dat er zoveel mensen in Amsterdam zijn. Dat het 2 uur duurt voor de laatste binnen zijn. Dat de borden op de ringweg aangeven, Amsterdam is vol. En dat hebben wij veroorzaakt. Ik heb net allerlei dingen waar wij voor en tegen zijn, heb ik al uitgesproken. En ik ga afsluiten met de meest belangrijke tekst die ik vandaag gezegd heb. Rutte, hoe gauw, blijf met je poten van onze kinderen! Tot de volgende keer!